73 jaar nadat generaal James McGallis tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bootje de oversteek maakte over de Waal, heeft hij woensdagmiddag dezelfde oversteek nog eens gemaakt, maar dan wel op de brug. De inmiddels 100 jaar oude Amerikaanse oorlogsveteraan was in Nederland en wilde dolgraag de Sunset March meemaken. Die wandeling wordt sinds een paar jaar georganiseerd als dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen. Iedere avond wordt de oversteek nog eens gemaakt door organisatoren of veteranen. De droom van McGallis kwam woensdag uit toen hij iets na 4:30 in een rolstoel de Waalbrug overstak. De hele binnenstad van Nijmegen hangt er vol mee. Stickers van studentenverenigingen, sportclubs en actiegroepen die de omgeving versieren. Vooral lantaarnpalen in het centrum zijn bijna onherkenbaar door de vele stickers die erop geplakt zijn. Is die beplakking van de stad nou een mooi stadssymbool of is het gewoon pure bekladding? Op Facebook was de mening duidelijk, laten zitten die stickers. Ze maken onderdeel uit van de cultuur van Nijmegen en fleuren het straatbeeld op. Maar volgens de gemeente draagt het bij aan de verloedering van de stad. Stickers plakken is verboden, maar het is tegelijk ook moeilijk tegen te gaan. Als je op heterdaad betrapt wordt, krijg je een boete van €140. Maar als je niet betrapt wordt, kan de politie de stickers niet zomaar weghalen. Nijmegen hoeft de kleurrijke stickershoek voorlopig dus nog even niet te missen. Meer dan 10 plekken in de regio doen mee aan de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op die dag kunnen vrijwilligers zich inzetten om het landschap in hun regio op te knappen. Door het landschap te onderhouden kunnen planten blijven groeien en blijft er genoeg ruimte over voor dieren om te leven. In de regio kunnen aanstaande zaterdag bijvoorbeeld heggen gesnoeid worden in Wiegen en Heumen, moet de paddenpoel in de Ooipolder onderhouden worden en wordt er gewerkt aan de veelbesproken spoorkuil bij Groesbeek. Ook bij de dijk in Beuningen wordt er meegewerkt aan de Natuurwerkdag, net als op de Hatertse en Overasseltse Heide. Vrijwilligers moeten zich wel aanmelden via de site van de Natuurwerkdag. In de Kraaienhofkazerne in Nijmegen vinden de komende weekenden de Open Atelierdagen plaats. Op de Open Atelierdagen stellen de bijna 30 kunstenaars die in de kazerne werken hun ateliers open voor publiek. Er kan inspiratie opgedaan worden, kunstenaars kunnen elkaar spreken en belangstellenden kunnen zelfs werken kopen. Er is niet alleen ruimte voor schilderwerken, ook foto's, beeldhouwwerken en zelfs geschreven poëzie hebben een plekje gekregen in de kazerne. De Open Atelierdagen vinden plaats in het weekend van 4 en 5 november en in het weekend van 11 en 12 november.